En intussen blijft Van Wijmeers gewoonweg korpschef van de grootste politiezone van het land. Want zijn directe baas, de Brusselse burgemeester Tielemans, ziet geen enkele reden om Van Wijmeers te schorsen. Zo vertelde hij aan Emmanuel. Ja, burgemeester, u heeft het rapport van het comité P gelezen. Kan Guido Van Wijmeers voor u korpschef van de Brusselse politie blijven? Zeker, want daar staat in dat het geen strafrechtelijke fout is, maar wel een deontologische fout. Dus moet je de zaken in balans brengen en zien wat er werkelijk inhoudt. Maar ik wat denk gaat u nu wel concreet ondernemen tegen Guido Van Wijmeers? Wel, ik persoonlijk niks, want ik heb het erover gehad met de minister Binnenlandse Zaken nog deze middag. En wij hebben waargenomen dat de wet inderdaad zegt dat het de chef is, de overste, tijdens de periode waar de fout begaan werd, die de tuchtmaatregelen moet treffen. En dus minister De Waal zal een tuchtprocedure opstarten. Minister Binnenlandse Zaken. Hij heeft mij gezegd dat hij trouwens dat ging nakijken en eerst natuurlijk een onderzoek invoeren. Maar en u als burgemeester... Mij op de hoogte houden natuurlijk van wat... Ja. Maar u als burgemeester, u zou wel een ordemaatregel kunnen nemen tegen meneer Van Wijmeers. Ja, maar ik zie niet waarom. Ik heb dus een fout gezien die deontologisch is. Meneer Van Wijmeers heeft aan het comité P bekend dat hij zijn beoordelingsrapport heeft opgesmukt. Is dat niet zwaar genoeg voor u om een ordemaatregel te nemen? Want uiteindelijk, wie beslist over het rapport? Zij die dat ondertekenen. En wat er gebeurd is, is voordien gebeurd. Wij hebben dat rapport binnengekregen, we hebben dat besproken onder ons. Wij hebben gevonden dat een korpschef van de politie die daarvoor bij de algemene inspectie werkte, die zegt dat hij zijn rapport heeft opgesmukt en dat hij niet inziet wat de fout daarbij is. Dat zijn toch wel zware omstandigheden. Mag ik beëindigen? En dus hebben wij gemerkt dat wat daarin stond helemaal een weergave was van dat wat wij besproken hadden tijdens het selectiecomité. En dus hebben wij dat ondertekend. Als je een procureur des konings hebt en een gouverneur die dat ondertekenen, dan denk ik dat zij toch weten wat ze gezegd hebben tijdens het selectiecomité. Maar niet alleen, want was dat alleen de ware beslissing die hem, hoofdcommissaris Miek, van de zone... Nee, dan is er nog nadien een stemming gekomen binnen de politieraad. Maar u zit wel met een korpschef die toch een zware deontologische fout heeft gemaakt. Kan hij nog blijven functioneren? Naar mijn mening wel, want je leert altijd in het leven. En ik denk dat hij nu weet dat dat niet meer mag gebeuren. U legt dus eigenlijk... Hij of zij die nooit een fout heeft begaan, dat zij of hij de eerste steen smijten. Want ik heb u gezegd ook, denk ik, als ik zie hoe gemakkelijk de inhoud van een rapport van het comité P bij sommige politici terechtkomt, dan stel ik mij vragen over de algemene deontologie in dit land. Ja. Ja, maar u moet zich vragen stellen over het functioneren van uw politiekorps. En mijn politiekorps bij de laatste betogingen heeft heel, heel goed gefunctioneerd. Ik denk dat een mens die evenwichtig is, nu zal afwachten om te zien of hij dat inderdaad aan kan of niet. En ik denk, en ik doe dat elders ook, hij die een fout begaat, moet gestraft worden voor zijn fout. Dat is de regel. Maar dan moet je ook de kans laten op dat die mens zou kunnen aantonen dat hij het inderdaad aan kan en verder kan. Maar wordt hier en daar al de vraag gesteld of de suggestie gesteld dat u meneer Van Wijmeers wel heel erg in bescherming neemt? Hè? Nee, ik doe dat met in ieder die in zulke omstandigheden vertoeft. Ik ben een democraat zolang dat iemand niet door gerecht wordt beschuldigd van, blijft die mens voor mij onschuldig. Maar er loopt ook al een gerechtelijk onderzoek wegens schriftvervalsing tegen meneer Van Wijmeers. Ga ik hem veroordelen voordat de rechter dat gedaan heeft? Als zijn functioneren als korpschef in het gedrang komt, dan moet maar u dat toch... Dat is niet het geval. Ik heb meerdere betogingen gehad. Hij doet dat heel goed. Hij heeft één fout gedaan. Daarvoor moet hij gestraft worden. Maar hij moet daarom zijn leven kapot gemaakt worden. En de politie van de hoofdstad van Europa die functioneert nog altijd perfect? Naar mijn mening ja. Perfect zou ik nooit durven zeggen. Maar goed. Want perfectie bestaat niet onder de mensen. Maar functioneert goed. En trouwens, toen meneer Bush gekomen is, was hij zeer zwaar onder de indruk van de mogelijke werking van deze politie. Wat verwacht u nu dat minister De Waal doet? Want ja, u legt de bal eigenlijk in zijn kamp nu. Nee, ik eerbiedig de wet. Ik leg niet de bal in zijn kamp. Ik ben bereid de bal in mijn kamp te nemen. Maar ik eerbiedig mijn handtekening ook. En dus zeg ik,
als het zover komt dat ik inderdaad binnen mijn bevoegdheden moet tussenkomen, dan kom ik tussen. Oké, bedankt, meneer de burgemeester. Ik heb meerdere betogingen gehad. Hij doet dat heel goed. Hij doet dat heel goed. En mijn politiekorps bij de laatste betogingen heeft heel goed gefunctioneerd.